Knees Fatima, waarom bent u hier verstopt? En deze druiven waren voor de lunch. U heeft ze nu al opgegeten. Ai. Oh, pas op. Zo kunt u uzelf nog pijn doen. Broeder Ghulam Rasool, de druiven zijn erg lekker. Hier, neemt u ook. Barakilla, laten we voordat we gaan ontbijten onze handen en mond wassen. Kanis Fatima, vandaag ga ik u de manier van handen en mond wassen vertellen. Manier van handen en mond wassen? Ja, Kanis Fatima. We beginnen met het lezen van Bismillahirrahmanirrahim en met de rechterhand de kraan open doen en was beide handen tot de pols. En pak de zeep en maak het nat. Doe dan de kraan dicht en wrijf je handen zorgvuldig met zeep. Doe dan de kraan open en was daarna uw beide handen. En spoel daarna uw mond. Kanis Fatima, was met één hand de voorkant van uw mond en doe dan de kraan dicht. Lieve kinderen, voordat u gaat eten, verricht ook de woezoe van eten. Dat wil zeggen, het vasten van handen en mond. Maar let er wel op dat u geen water verspilt. Dawat islami, verspreid je over heel de wereld. Dawat islami, verspreid je over heel de wereld.